Roosendaal warmt zich op voor de carnaval. In de binnenstad is vanmorgen de traditionele carnavalscamping weer begonnen. Om 16:45 hebben de eerste inwoners zich gemeld en ze kamperen voor de Schouwburg. Dat doen ze allemaal om de felbegeerde kaarten voor het carnavalsbal van de stad te krijgen. Die kaarten zijn pas morgen te koop. En in Roosendaal staat onze verslaggever Rob van Kaathoven. Ja, Rob, vanmorgen vroeg waren er dus al mensen. Ik zie bij jou nou ook al mensen staan. Hoe is het daar nu? Nou, het wordt steeds drukker ook hier. De eerste mensen die wij vanochtend troffen, die zitten achter mij aan het tafeltje. Die hebben zich al helemaal gezetteld. Maar langzaam maar zeker wordt de groep mensen die hier komt steeds groter. Ik denk dat er al een 100-tal mensen is. En ja, je ziet het, ze sjouwen met van alles. Met tafels, met stoelen, met koelboxen. En het is zo dat door de jaren heen, langzaam maar zeker, het wachten op die kaarten een klein evenement op zich is geworden. Voornamelijk eten en drinken en heel veel slappe hoeren. Dus altijd weer een gekke boel hier zo. Nee hoor, het is een evenement op zich. Ik denk dat het jaren geleden was echt om de eerste kaartjes, maar nu is het gewoon een feest op zich. Heel die nacht van het soirée. Dit is mijn inhoud van mijn koelbox. Er zit wat vleeswaren in, er zit genoeg bier in. En natuurlijk de schrobbelair, niet te vergeten. En wat fris en wel gewoon water. Dus dorst zullen we niet lijden. Ja, gezellig kletsen, liedjes zingen, een beetje drinken af en toe, hè. Schrobbelekker hoort er af en toe bij, zo op zijn tijd. Dus we worden heel goed verzorgd gedurende de dag, ja. Want u staat ook voor de klas? Ik sta ook voor de klas, ja. Ja, op dit moment zijn mijn leerlingen aan het rekenen waarschijnlijk, ja. En ik sta hier, dus jongens, succes! Ja, Rob, die kaartjes worden morgen verkocht, nu is het al hartstikke druk. Is er dan wel voor iedereen een kaartje? Nou, vorig jaar kwam hier zo'n 300 man op af en het is nu een stuk beter weer, dus het kan goed zijn dat er weer 300 mensen op afkomen. In de Schouwburg zijn zo'n 1600 plaatsen. Per persoon mag je 6 kaartjes kopen, dus het kan goed zijn dat een deel van de mensen die hier nu gekomen is teleurgesteld moet gaan worden, omdat ze simpelweg te laat zijn, dat er geen kaartjes meer zijn. Maar ja, de muziekinstallatie wordt al getest, de mensen zijn gesetteld. Het gaat hier vooral om de gezelligheid, dus ook zonder kaartje heb je hier een topdag. Ja, Rob, jij blijft daar vanochtend nog genieten van, zou ik zeggen. En in een latere uitzending dan zien we meer van jou. Dankjewel.